We hadden eigenlijk nooit gedacht, toen wij hier nog op een lege verdieping eigenlijk zaten met een paar man en twee bedrijfjes en een startersprogramma, dat we nu gebruik maken van 5 verdiepingen, meer dan 7000 vierkante meter. En eigenlijk zo'n impact kunnen maken op de groei van bedrijven. Als ik nu terugkijk, denk ik dat wij heel trots zijn wat we tot nu toe eigenlijk bereikt hebben. Ik ben Martin Luxemburg, directeur ECE, Erasmus Center for Entrepreneurship. Erasmus Universiteit is van oudsher een universiteit dat gaat om ondernemerschap. Meer dan 100 jaar geleden opgericht door ondernemers. Maar de universiteit had niet een centrum waar al die kennis en al die expertise zich bundelden. Dus zoals een aantal jaar geleden zijn wij gevraagd door de universiteit om te kijken of je al die kennis en ervaringen van de universiteit kunt bundelen in één sterk centrum, breed, universiteitsbreed. Om op die manier ondernemerschap te stimuleren. Omdat je in een omgeving zit waar dus bedrijven zitten die dezelfde problemen hebben, merk je ook dat je dat gezamenlijk kunt benaderen. De ECE is gewoon een fijne plek om te werken. De connecties, er zijn meerdere malen dat we echt in contact zijn gekomen via de ECE met mensen die voor ons iets konden doen. Als je mensen ondernemerschap wil leren, moet je dat op een leeromgeving doen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar mensen kunnen testen, waar mensen de eerste stappen eigenlijk van ondernemerschap kunnen doormaken. Dat is voor ons uiteindelijk de reden geweest om de ECE Campus op te zetten. Een plek waar al die elementen eigenlijk samenkomen. Wij geloven er eigenlijk in als ECE dat het vooral gaat over samenkomen van mensen en dingen samen doen om op een hoog niveau te tillen.